Aan tafel zitten vanavond Wim van Hanegem, columnist, analist en in de loze uurtjes trainer van Sparta. En natuurlijk de hoofdredacteur van Voetbal International, Johan Derksen. Je wordt bedankt, Henk. Waarvoor, Wim? Nou, eerst zet je me een jaar tegenover die Vlaamse kettingrokert. Weet je, die Hugo Stuyvesant? Hugo Kamps, ja. Ja, dan had je beloofd dat het afgelopen zou wezen. En naar het eerste werk weer tegenaan zitten kijken, dat is een wandelende sigarenfabriek die altijd alles beter weet. Ja. Als je nou nog eens wat weet. Ik ben persoonlijk niet zo onder de indruk van de argumenten van meneer Van Hanegem hier. Aan de ene kant is hij tegen sigaren roken en aan de andere kant schrijft hij wel mooi columns in mijn blad. Dat heb ik niet geregeld, dat heb hij geregeld. Ja, meneer Van Hanegem gaat hier een beetje de vermoorde onschuld zitten spelen. Ik vind dat hij dik betaald krijgt voor die cursief. Nou, noem het maar dik betaald. Dik betaald. Wat is nou dik betaald? Als ik twee keer om mijn eigen wasmachine heen loop, dan verdien ik 10 keer zoveel als met het hele blad van hem. Ja. Dat vind ik niet zo dik. Misschien zegt dat wat meer over de wasmachine van meneer Van Hanegem dan over mijn blad. Ik ben trouwens sowieso niet zo echt onder de indruk van het trainerschap van de heer Van Hanegem. Hij heeft dan toevallig met Sparta heeft hij 2 potjes gewonnen. Maar hoeft natuurlijk niet te denken dat hij Johan Cruijff is. Nee, gelukkig niet. En dan zat ik de hele dag met jou aan de telefoon. Ik had eerlijk gezegd gehoopt op een beetje een normaal gesprek over de actualiteit van het voetbal. Het enige wat ik van jullie krijg is gehakketak. Ja, nou, dan moet je mij niet aankijken. Ik kijk jou wel aan. Hij is begonnen. Ja, dat is maar dit heb je toch gezien afgelopen zondag? Heb je het zat je naast godverdimmen? Ja, wat was er dan? Dit was daar bij dat sport aan die andere tafel. Geen verkeerde stand van zaken. Daar zat hij en toen heb hij gezegd tegen die Ruud Terzijde, hoe heet die gozer? Terzijde, ja. Die Sunderbeurt van AVO Sportpanorama. Ja. Ja. Heb hij tegen gezegd dat ik niks meer ben als een eenvoudige hulptrainer? Luister, heb hij gezegd. Meneer Van Hanegem, meneer Van Hanegem die ziet er op dit ogenblik natuurlijk wel hele lange tenen te hebben. Ja. Maar op één middag verliest hij met 9-0 van Ajax. En dezelfde avond zie ik hem bij Canal Plus zie ik hem dus beweren dat AS Roma niet rijp zou zijn voor de Europese top. Ja, dan denk ik bij mezelf, wordt het niet weer eens tijd voor een tweede staaroperatie? Zo. Dat hoef je niet te pikken. Nee. Staaroperatie, dat hoef je niet te pikken. Henk, ik weet wie het zegt. Ja. Ach, laat ze toch op. Die snor die heb gewoon 30 jaar geleden 3 keer ingevallen bij Veendam. Dat dacht ik niet hoor. Dus die heb elke Europese beker geheven. Nou, als je naar zo'n carrière mag je van mij rustig een sigaartje opsteken. Hij snapt er toch geen klote van. Ik dacht, die argumenten doen mij op zich helemaal niets. Ik dacht niet dat het een wet van mede en persen was dat je ook per se Europees voetbal gespeeld moet hebben om een mening te hebben over voetbal. Dat lijkt me niet. Maar het zou wel lekker zijn. Goed, even de actualiteit proberen. Vorige week zondag heeft Gerard van der Lem op een dramatische manier afscheid genomen van AZ. Ja, persoonlijk ben ik niet zo erg onder de indruk van het drama Gerard van der Lem. Die heeft natuurlijk 1,5 jaar lang daar in Alkmaar zijn zakken mogen vullen van de spaarcentjes van Dick Scheringa. Terwijl ja, die hele van der Lem, dat is toch niet meer als de loopjongen van Louis van Gaal. En wat heeft hij daar achtergelaten in Alkmaar? AZ op de 14e op de ranglijst en een perskamer met 2 huilende Mongolen. Oh, hallo. Die Mongolen die waren nog van mij, hè? Ja. Daar wilde ik geen kwaad woord over horen, hoor. Dat zijn Klaas en Louis. Ja. En dat zijn zeker niet de grootste Mongolen in die perskamer. Laat ik je dat vertellen. Het is natuurlijk wel, eerlijk gezegd, een beetje een puinhoop hè, met die selectie van AZ. Ze hebben helemaal geen zelfvertrouwen meer. Ik denk wel eens, de enige die die jongens nog aan de praat kan krijgen, dat is Johan Cruijff. Ik heb Johan toevallig vanmiddag gesproken. Ja. En ik zie Johan niet 1, 2, 3 daar naar Alkmaar nee. gaan. Johan heeft het op dit moment prima naar zijn zin. Hij is lekker aan het golfen in Barcelona. Hij is lekker aan het skaten in het Vondelpark. Ja. Johan heeft op dit moment helemaal geen trek in een provinciale kaasclub uit Alkmaar. Die een stadion zeggen te bouwen waarvan de eerste steen nog gelegd moet worden. Want houden we in de gaten. Maar ik maak een grapje. Ja, ik ben niet bijst onder de indruk van die grapjes van die meneer. Nee, goed. Oké, tot slot jongens. Zal ik daar nog een mop vertellen? Nee. Geen moppen meer, Wim. Je weet wat er gebeurd is. Ajax PSV, aanstaande zondag. Zondag is het, ja. Ja, aanstaande zondag. Hoe speel je tegen Ajax in de arena? Als je naar de arena moet tegen Ajax, dan moet je natuurlijk in de allereerste plaats je verdediging op slot houden. Oh. Dat is het allerbelangrijkste. Dat zegt hij. Ja, je moet 5 man achter de bal minstens. Ja, want anders dan krijg je een soort Kawasaki-voetbal. Ja. Dan krijg je natuurlijk, dan loop je zo in alle messen. Dan loop je ze aan alle kanten voorbij. Ja. En dan wordt het zo een nulletje of 6, 7, 8. Ja, 9, godverdimme. Ja. Nou, ik heb ook geen zin meer op. Zo, dit is het maar ook. Dan heb ik ook geen zin meer op. Dit was het voor deze week vanuit het Meeting Plaza in het Olympisch Stadion. U kunt ook onze website bezoeken.
En tot slot, zoals elke week, gaan we weer kijken naar het doelpunt van de week. Ja, persoonlijk ben ik niet echt onder de indruk van die website van jullie. Dat vind ik wel een amateuristisch. Ja. De wedstrijd HFC E70.